Dinsdag 28 januari, midden op de dag. Twee medewerksters van een sigarenhandel in Rotterdam helpen net een klant als er plotseling iets geheel onverwachts gebeurt. Rokerspaleis Pekis aan de Franse Laan in Rotterdam. Het is even na 2:30 als deze twee met weinig goeds in de zin naar de kleine tabakzaak lopen. De voorste man trekt nog even zijn bivakmuts recht en stapt dan resoluut naar binnen. Al snel gevolgd door zijn mededader. De bivakmuts zit kennelijk niet lekker. Als hij eenmaal naar wens zit, dan richt de man een klein vuurwapen op de twee medewerksters die naar achteren zijn gevlucht. De man met de capuchon heeft uit zijn witte tas een groot mes tevoorschijn getrokken. De medewerksters hebben zich vliegend vlug opgesloten in het keukentje achter de winkel. De man met het mes springt over de balie. De twee doodsbange vrouwen horen hem schreeuwen en op de deur beuken. De klant die nog steeds in de winkel staat, lijkt tamelijk onaangedaan door alle dreigementen. Plotseling houden de twee het voor gezien. Nog even het mes opbergen en weg zijn ze, zonder buit. We bekijken ze even afzonderlijk. De man die als eerste binnenkwam droeg een bivakmuts, een donkere trui van de merk Champion en een trainingsbroek met opvallende witte strepen onderaan de pijpen. In zijn handen lijkt hij een klein vuurwapen te hebben. De man die over de balie sprong droeg een donker vest met capuchon en een trainingsbroek, mogelijk van het merk Puma. De tas waar hij dat grote mes uit toverde is een Big Shopper van het modemerk Fila. Wie herkent deze twee mannen die drie vrouwen midden op de dag de stuip op het lijf jagen om er vervolgens met lege handen vandoor te gaan? Volgens de slachtoffers spraken de mannen beide vloeiend Nederlands. Tips kunt u doorbellen naar 0800 60 70. Reageert u liever anoniem, dan is er M 0800 7000.